Deze man begon de hele ontsnapping. Adrian Bortolami. Maassen op kop. Hij reed weg met hen en met Roscioli. Vervolgens kwamen Museeuw, Maassen en Anderson erbij. Daarna het groepje Pansek, Den Bakker, Chirea, Peters, Fignon, Van Hooijdonk, Holm. 2 minuten 15 verschil tussen de kopgroep en het peloton. De kopgroep, u hebt dat de afgelopen tijd gezien, waarin totaal geen saamhorigheid is. Breekt voortdurend. Men kijkt, men praat. Men wikt en weegt. Waar is Fignon? Terug naar het peloton met Chazal. Voorin. En Stevens. Anderson, Roscioli, Fignon. Die geloven het wel. Dus moet het peloton in heiltempo zijn teruggekomen. Nog 10 man gaan door. Die blijven gewoon achter. Ja, want hier is de groep al. Met Indurain, met Leonis Garrucia, met Chiesa. Dat zijn nog steeds dezelfde mensen. We hebben... Hoe zouden die 3 nou gewoon... Hebben die een teken gekregen van het woord minder? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat is heel vreemd. Ik kijk naar Luvio. Ik kijk naar Pino. Chanteur. Dit is Taffy. En daar zijn die kerels bij gehaald. Kopgroep verliest terrein 1 minuut 45. Maassen blijft aan de leiding. Maar het beste is hier af van de groep ineens. Ze hebben natuurlijk ook net gehoord hoe snel het terugliep. Holm wil nog wel even. Hen ook. ...24 kilometer nog, ja. En Maassen houdt maar een beetje tempo hoog. Want het peloton is genaderd tot 1,25. En met nog 24 kilometer is dat niet veel. Een hele sliert groep bij de zwaartebij. Daar is de groep al. Ze zien ze dus. Dat lijkt me minder dan 1,25 die we daarnet aangaven. In het begin zag het ernaar uit dat dit een voorspoedige vlucht zou worden. Voorsprong liep snel op, tot boven de 2 minuten. Maar dan krijg je altijd wie werkt voor wie. Je zag meteen al de gaten die vielen in die groep. Dat de verstandhouding verre... Dat de verstandhouding zoek was. Ja, dat komt omdat deze man met 85 ja. erin zit. Met bovendien een berenhelper. De nummer 86. Die kan straks, als die groep voorop zou blijven, de sprint lanceren. En wie dan Museeuw klopt, die moet van goede huizen komen. Eén minuut nog. ...18 kilometer nog. Kopgroep binnen handbereik. Stevens en Luvio in het roze. Bruineel. Het geel is niet ver weg. Mocht ik in het geel nog een etappe winnen, zei Cipollini, dan is alles een droom voor me. ...15 kilometer van de aankomst. 18 seconden. En de auto moet weg. En Holm heeft dit signaal begrepen. Ja, kijk nog maar eens goed.
4% gemiddeld is deze stijging. 1 kilometer lang. Daar gaat het worden. En Museo weet precies waar die zijn. Bortolami neemt over. Demarrage Bortolami. Passeerde als eerste die streep. Dus situatie op kop van het algemeen klassement met Bortolami hier in beeld. Is Cipollini op 10 seconden, Wilfried Nelissen op 30 seconden, Laurent Jalabert op 31 seconden, Alex Zule op 39 seconden, Jaskula de Pool en op 49 seconden Bruineel. Dit alles na de tussensprint van vandaag. Bruineel en Breuking staan samen op de plaats, hè? Die deden ze. Van Hooijdonk komt erachter. Nee, dit is de Bakker. Kijk, dat was nou zo'n moment voor hem. Dat is mooi. Ja, dat deed hij ook in Luxemburg. Heel goed. En hier zit Van Hooijdonk. Met Nuceo en Maassen zet aan. Die poeft ook nog weg. En dan laat Van Hooijdonk het gaatje vallen. Maassen op weg naar Den Bakker en Bortolami. Ja, maar dat kunnen de GB's niet op ze laten zitten. Hè? Maassen niet, hè, roepen ze. De Bakker en Bortolami zijn hier. Ja, het mag nu even stilvallen. En dan zijn ze weg. Hier hangt het doek waarop staat dat we nog 10 kilometer moeten rijden. En de rest is ook daarbij. En de peloton zit er lak achter. Museo brengt de zaak terug. Omdat Maassen ging. Museo was niet achter deze twee gaan rijden. Maarten en Bakker heeft het dus even geprobeerd. Men kijkt naar de groep. Maas aan de leiding, die voor de laatste 10 kilometer nog even een slokje meeneemt. Ik ben benieuwd. Ga door, zegt Maassen tegen hem. Museeuw drinkt. Fonsec kijkt. Chiesa. Chiesa. Met Stevens. Opent dus het bal voor de laatste 9 kilometer van deze etappe. Die over 225 kilometer ging. Eerste uur 32 kilometer per uur. Tweede uur 44 kilometer per uur. Toen sloegen ze op hol. Cipollini won 2 keer 2 seconden. En staat nu 10 seconden voor op Nelissen. Een vluchtpoging van de Deen Bjarne Riis bracht hem 6 minuten weg. Daarna kregen we een groep van 14. Dat werden er 13. Toen 10. 9 kilometer voor de finish. Kwam alles bij elkaar. En gaan we hier in Evreux hopelijk een hele boeiende finish beleven. Want het is hier bepaald niet vlak. Het loopt omhoog. En het is niet een massasprint zoals we bijvoorbeeld afgelopen zondag hadden. Met een lange vlakke aankomst. Nee, het draait wat en het gaat omhoog. De bonificaties, Jean, zijn 20, 12 en 8. Volgende demarrage. Jackie Durand lijkt het toe. Met Lauritsen in zijn wiel. Met Durand, daarachter zit Dernis, Cantale, die drinkt. En hier gaat weer een lamp. Nee, zeker niet Abdou, ik denk dat het Sproeg is. Minder dan 3 kilometer.
Dit is Tom Cordes. Tom Cordes is dit. Onze landgenoot. Nou Tom, rammen. Want achter jou willen ze niet rijden. Ai ai, geen macht zie je. Nee. Het is zo verschrikkelijk moeilijk om te blijven rammen. 2 kilometer zometeen begint de helling. Ja, dit hou je niet alleen. Onmogelijk. Snelheid ligt zo tegen 60 per uur. Kan niet voor een individu. En Cordes moet dit ervaren. Kan er nog eentje? Buitenom misschien nog. De telecomjongens staan nu aan de leiding. Zo te zien met nu in zijn tweede positie. Op 1300 meter begint de klim. Dan moeten de andere versnellingen worden gestoken, geschakeld. Jij denkt 15 blaadje? Ik denk buitenblad 15, ja. En dan is het op de macht. Wie heeft nog wat over in dit razende tempo? Het is een 1-0 telecom wat je nu van voren ziet met Raap en Koemen. Dit is Raap die nu naar voren komt. En buitenom Skibby of Tala. En is het jouw familielid nauwelijks stil te krijgen. Zou het Skibby kunnen zijn? De TVM-renner, die is weg. Skibby. Nee. Het is opnieuw... Ja, het is toch Skibby, ja. Moeilijk te zien. Skibby. 400 meter nog. Dit is een verrassing. Ja. Dit is een pure verrassing. Zwaar gevallen in de Tirreno Adriatico. Jesper Skibby. 2 scheurtjes in het schedel. Een dusschedel. Skibby en de rest. De hongerige meute erachter. Skibby. Wat komt daar nog aan? Tebaldi. En Shirea. Skibby. Skibby wint. Skibby wint de etappe. Oh, en is wonderblij. Skibby is daar voor Nelissen. En de nummer 3 in deze etappe is Ferrigato. Skibby, Nelissen, Ferrigato. Hier zien we nog eens die finish. Hij ging weg op zo'n 600 meter. En is heel blij, zou je niet. 1 Jesper Skibby. 2 Wilfried Nelissen. Jesper, hoe blij ben je? Ik ben ongelooflijk blij. Ik heb veel mensen te danken voor deze overwinning. Zoals wie? Ja, de hele ploeg. Waar ik was gevallen in Tirreno, waar ik teruggekomen in heel slechte conditie. En die jongens hadden altijd in de moeilijke periode voor mij gewerkt. Ik heb altijd die kaap ingevuld. En ik zou je kunnen rustig terugkomen. Die overwinning is, ik ben hier ongelooflijk blij mee, maar dat is ook voor die ploeg. Ik heb veel te danken aan die ploeg, want die heeft me echt veel geholpen. Maar jij hebt het gedaan? Ik heb dat gedaan, maar met veel hulp van die ploeg ook. Hoe durfde je? Want in de laatste dagen was je steeds te vroeg. Was dit het moment voor jou? Zat je te loeren, te kijken? Nou, maar prima is gezegd. Ja, ik moet rustig blijven. Ik moet hetzelfde doen als je. Hoe kan jij nou rustig blijven? Ja, dat snap ik ook niet. Nou ja. Ik heb gewoon gewacht, want ik weet die klim komt. En ik ben blij en ik heb veel mensen te danken voor deze overwinning. Heb je gedacht aan dat moment van Tirreno? Nee. Dat is over, dat is gedaan. En rij je tegenwoordig altijd met een helm op? Ja, ik denk het. Ik denk wel in de bergen ook. Ja. Dus je hebt geleerd? Ik heb geleerd. En je gaat nu een feest vieren? Ik denk het wel. Ik ga toch een beetje een klasje champagne drinken. Er moet champagne bij? Die wat? Champagne moet erbij? Ja, extra champagne. Hè.
Zeker. Het leven is mooi, hè? Het leven is heel mooi, nee. Bedankt. Ja, en hier zien we dan het, de uitslag. Skibby op de eerste plaats, op 1 seconde Nelissen. Champagne vanavond, ja, ik weet het niet. Ons zeven Bennezunig en Kees Spring is tenslotte een Zeeuw. En verder spreekt de uitslag voor zichzelf, Cipollini op de 7e plaats. Laten we maar eens gaan kijken wat dat voor consequenties heeft voor het algemeen klassement. En dan zien we hier dat Nelissen stuivertje heeft gewisseld met Cipollini. Dankzij de 12 seconden bonificatie die de tweede plaats opleverde. En een aantal sprints tijdens de wedstrijd waar ook nog seconden konden worden gesprokkeld. Jalenberg sluit naar de derde plaats. Breukink op de 7e plaats die overigens moet delen met Bruineel. En Bouwmans ook niet onverdienstelijk op de 18e plaats. Dat waren de kaarten, dat waren de klassementen, dat waren de cijfers. We gaan eens kijken naar een hele fraaie impressie van deze 5e etappe van de Tour de France. En we beginnen dan met Mart al heel vroeg in de ochtend. Als je bij de startplaats van de Ronde van Frankrijk je een plekje verworven hebt, dan heb je goed zicht op de renners. Let op dit Franse meisje. En let ook op de manier waarop ze bijna alle renners herkent. Daar heeft ze geen lijstje voor nodig. Ze weet ze allemaal uit haar hoofd. Een heerlijk mens. Zij herkende Pascal Lino. Wij herkennen zijn ploegmaat Gert Jacobs, in gedachten verzonken. Wat sta je nou te doen? Ja, ik sta na te denken. Ik was gisteren zo verschrikkelijk slecht. En dat was eigenlijk wel niet zo goed voor mijn moraal. En ik hoop dat ik niet te veel van die dagen meer tegenkom in dit rondje hier. We kwamen net achter je staan en je stond doodstil. Wat stond je na te denken? Hoe het leven in elkaar steekt of zo? Nee, meestal zit ik te peinzen over de Tour en... over wat er nog komen gaat en wat voor ons nog te doen is. Er is natuurlijk nog een hoop werk aan de winkel. Want we zijn hier niet om vissen te vangen. We zijn toch om, om toch een keer de hoofdprijs te pakken hier. Dus ik hoop wel dat dat lukt. Er zijn nu 3 sprinten geweest en 3 verschillende renners hebben gewonnen. Dus ik hoop dat de 4e sprint die er komt, dat die voor ons is. Maar je was heel slecht, zei je gisteren. Ja, gisteren. Hoe stond je nou vanochtend op? Ja, ik heb wel goed geslapen. Ik was wel goed wakker. Maar ja, je denkt er toch een beetje over na hoe dat kan. Hè? Want we hebben een verschrikkelijk slechte ploegentijdrit gereden. En ik kon die mannen bijna nog niet volgen. Dus daar zit je wel even aan het denken dan. Vroeger waren het vrijbuiters. En we noemden ze altijd de mannen van Raas. Gringo's. Die meteen gingen demareren. En etappes wisten te winnen. Veel etappes. En nu? Ja, ze zitten lekker bij elkaar. En ze hebben een Mexicaanse kopman, Raul Alcala. En dat verandert toch de koers. Er zijn 2 Fransen, Yvonne Le Danois en Frédéric Moncassin, de sprinter die we nog niet gezien hebben. Wat de Nederlanders betreft, een debutant, Rob Mulders. De veteraan, Jelle Nijdam, die weet wat winnen is. En Frans Maassen, die graag de aanval wil zoeken. En dan zijn er de Belgen. Van Hooijdonk en Van der Aarde. En dan is er nog een jonge Zwitser die het heel moeilijk heeft, Dieter Runkel. Die kerels die rijden steeds in het peloton mee en zijn daar niet tevreden mee. De koers wordt gewoon vanaf het begin tot het einde gecontroleerd. Ze laten 1 of 2 man wegrijden. En dan gaan ze op een gegeven moment jacht opmaken. En dat gebeurt nu al een paar dagen zo. En, op een gegeven moment gaan de 3 ploegen op kop rijden in de finale. Ja, dan wordt het heel moeilijk. En wat kan je daartegen doen? Toch een keer hopen dat we toch nog een keer de kans krijgen. Ja, hopen. Eerst doen, toch? Ja, hopen, afdwingen. En we moeten het ook gewoon doen, anders lukt het natuurlijk nooit. En ja, het wordt gewoon... het is lastig. Jullie konden vroeger altijd zo lekker dat overhoop rijden met die ploeg. Ja, maar tot op heden was het 2-3 etappes met wind op kop. En dan is het sowieso moeilijk om... met een ontsnapping weg te komen. En nu is het bovendien zo dat 2 en 3 ploegen samen controleren. Dus dan is de kans op ontsnappen nog kleiner. Wacht je op dan dat laatste moment? Ik kan niet anders. Als je ziet, Thierry Marie die is een keer weg geweest. Hè. Die heeft toch geweldig gereden eigenlijk. Maar je hebt eigenlijk geen enkele kans om vooruit te blijven toch. Dus de controle van de ploegen van de sprinters is te groot? Op het moment wel, maar dat gaat nog wel een keer minder worden denk ik. Terwijl jullie toch zo'n aardige ploeg hebben om daar doorheen te breken. Dat zou je denken. Dus dan moeten we dan aan werken om dat een keer te laten lukken. Gaat het harder dan verleden jaar? Ja, ik dacht dit jaar bij het begin zei ik van harder als vorig jaar kan niet. Maar ik
weet niet. Het lijkt er wel op dat ze nog rapper gaan. Ja. Hoe lang houden we dit spel met Cipollini, Nelissen en Abdous ploeg? Nou ja, ik denk eigenlijk toch wel tot en met de tijdrit. Alleen ik ga wel proberen om nog een keer weg te flippen. En dus kregen we vandaag een boeiende finale te zien, waar eindelijk eens een keer een kopgroep ontstond. En twee van die gringo's waren erbij. Edwin van Hooydonk, de Belg die dit werk goed aan kan. En gelukkig Frans Maassen. En wat zagen we hem goed rijden vandaag. Hij had het naar zijn zin. Dit was nou precies een kopgroepje waarvan je dacht van ja, daar moet ik bij zijn. Het groepje haalde het niet tot aan de finish. Maar toch stond Frans Maassen aan het eind met een bredere glimlach dan dat hij vanochtend begon. Het was op zich eigenlijk het groepje zoals ik het gehoopt had. Alleen de GB-mannen die blokkeerden de kopgroep iets te veel. Maar toch zaten er goede elementen in. Daar zocht je naar, hè, naar zo'n groepje. Ja, Fignon, denk, Chirea, die wilden. Die wilden wel, maar er waren een paar mannen die wilden we niet. En dan krijg je weer een gekloot. En totdat ze bijna ingelopen zijn en dan gaan ze weer rijden. Dus dat is weer jammer van het hele spel. Maar van de andere kant, ja, zo moet het toch zo moet het gebeuren, anders lukt het niet. Krijg je ze ooit stuk? Krijg je ze moe? Dat is de vraag. Want die Peters die fietst, dat is het god rond. Ja, die mannen fietsen goed, maar er komt zeker een keer een kans. Als je zo door blijft gaan, iedere dag worden ze moer en moer. En je ziet al dat het steeds moeilijker wordt om te controleren. En daar moeten we toch van hebben. Ja, dan heb je nog een paar dagen voor. Ja, na de bergen zijn ook nog wel kansen, dat wel. Was het voorzien dat jij en Edwig zouden gaan? Ja, eigenlijk wel. Ik denk toch dat de anderen redelijk veel geleden hebben gisteren. En, ja, op zich waren dat de goede mannen van ons om weg te komen. En, ik zeg, het was eigenlijk het groepje zoals ik het gehoopt had. Alleen, ja, je moet er geluk mee hebben ook. Want zoals je vanochtend zei, je werd het eigenlijk wel zat om in die groep zo mee te rijden. Ja, natuurlijk. Je probeert toch van voren te koersen. Daar doe je het voor. In peloton rijden hou ik sowieso niet van. En als je aan kan vallen, dat is toch het mooiste. Alleen, het moet wel een keer raak zijn natuurlijk, want anders schiet je er ook weinig op. Ja, want nu staat die Skibby staat te juichen. Ja, maar dan heb ik nog liever dat Skibby wint dan iemand anders. Hij heeft tenminste een goede jump gegeven. En dan zien de andere mannen ook dat die sprinters toch te kloppen zijn. Daar gaat het om, denk ik.